Welkom in het programma Wonderen Vandaag. Ik ben Simon en ik zit hier met Adi. Ja, het is een mooi programma. We gaan praten over de doop in de Heilige Geest. Yeah. Sommige mensen die zeggen wel eens van, ja, je moet de doop van de Heilige Geest hebben, anders dan ben je niet gered. Heeft er niks mee te maken. Nee. Je moet de Heer ontvangen in je hart. En geloven dat Jezus voor jou gestorven is. Yeah. Jouw plaats innam. Yeah. Aan het kruis. En dat, als je dat ontvangt, dan ontvang je eeuwig leven. Dat is het allerbelangrijkste. En niet alleen dat, maar als je dat doet, dan heb je al, de Heilige Geest is al in je. Ja. Nou zie, dus twee, hoe zou ik het zeggen? Redenen, meniging. Ja, nou, zeggen, ene die zegt van, maar je hebt de Heilige Geest al in je. Mm-hmm. Zo, je moet je overgeven en ja, begin te spreken in andere talen. Weet ja, je wel, andere tongen dan. Ja. Hè? Ja. Dat is de baptism in de Holy Spirit. Je moet ja, meer yielden. Maar ja, we moeten eigenlijk elke dag moeten we ons overgeven aan de Heer, ja, zodat de Heilige Geest door ons begint te werken. Weet ja, je wel? Dat is waar. En moeilijk voor mensen, want mensen willen altijd in controle wezen van hun eigen leven, van hun eigen situatie. Zo van een hele hoop mensen die begrijpen dat minimaal je overgeeft en dat je elke dag vervuld wordt met de Heilige Geest. Ja. En dan anderen zeggen van nee, dat is een tweede blessing. Want toen in de handelingen, hè, en Jezus zei van nou, als jullie nou allemaal samenkomen, hè, ja, dan geef ik jullie meer power. Ja. Kracht. En een kracht en de Heilige Geest zal op je komen. En ja, natuurlijk de apostels en die mensen die bleven allemaal in de opperkamer of die opperroom samen. Ja. En ze wachten voor de uitstorting dan van de Heilige Geest. Ja. Misschien wil je dat even lezen. Ja, dat is mooi, Harry, dat je dat zegt. En inderdaad waar, het zegt het ook in vers 8. Ja. Van het eerste hoofdstuk van Handelingen. En dat zegt het volgende. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, ja, in Judea, in Samaria en tot het uiterste ja, der aarde. Zo die gave van de Heilige Geest die je ontvangt, die kracht van de Heilige Geest die over je zal komen, die krijg je om getuige te zijn. Zo die krijg je eigenlijk voor bediening. Ja. He, om een, niet alleen een kind van God te zijn, maar om een getuige van God te zijn. Ja. Dan ben je eigenlijk in de bediening. Nou, ieder die eigenlijk de Heer ontvangt, is dan eigenlijk in de bediening. He, die is ja, een getuige. Ja. En die kracht van de Heilige Geest die jij zal ontvangen, die heb je nodig om een goede getuige te zijn. Dat is het. Yeah. Is, als er een mysterie is over het, dan dat is het. Well, it's less of mij en meer van de Heilige Geest. Zo, ja, ja. So, daar strijden we eigenlijk naar. Ja. Ja. Huh? Nou, hoe komt dat nou in ons dagelijks leven in toepassing? En hoe ontvang je dat nou? Well, dat is juist heel eenvoudig. Die ontvang je net zo eenvoudig als dat je de Heer zelf ontvangt. Nou, zie, en daar heb je nou de twee. Wel, het is een tweede zegen, zeggen ze wel. Is dat wat je bedoelt? Wel, nee, niet precies like that. Hoe zou ik dat nou in het Holland zeggen? Daar is een hele hoop verschil van mening over. Ja, dat is waar. Oh ja. Hoe je dat ontvangt. Sommige mensen zeggen van, nou, het is alleen maar voor sommige mensen. En anderen zeggen, nee, het is voor iedereen. Nou, persoonlijk, ik geloof dat het voor iedereen is. Ik geloof dat, ik geloof werkelijk dat wat ik van de Bijbel gezien heb en toen ik dat begon te studeren, dat de Heilige Geest is al in je. Ja. Hè? Ja. En dat alles wat je hoeft te doen is, begin te bidden in de Heilige Geest. Zo. Geef je over aan de Spirit van God. Ja. En ik weet nog wel dat, ik wist hier niet veel van, maar nee, toen ik probably 6 of 7 was, toen kwam de Heer over mij. Ik voelde echt dat ik, hoe zal ik het zeggen, ik was nog maar klein en het is heel lang geleden, maar ik voelde net of, je kunt in een andere tong, je kunt in een andere taal bidden ja, of spreken. Ja. En ik deed het heel gewoon, heel ja, eenvoudig. Ja. Voelde ik iets? Nee, maar ik deed het. Weet je wat? Zo, de Heer die geeft jou, de Heer in jou, de Heilige Geest in jou, die geeft jou de woorden om te zeggen tot de Heer. Ja, maar zo, je moet wel je moet jezelf wel overgeven, je moet wel spreken. Je kunt niet zeggen van, oké, Heer, hier ben ik, nou begin met te spreken. Nee, jij spreekt. Ja. Hè? Ja. Een stap of faith. En weet je,
dat is heel vaak moeilijk voor een hele hoop mensen, want die zeggen, nou ja, dat wil ik niet, ik begrijp er helemaal niks van, en wat zeg ik nou? Nou, dat doe ik niet, en dan sluiten ze zichzelf af, weet je wel. Nou, geloof jij dat mensen die de Heer ontvangen hebben, niet gevuld kunnen zijn met de Heilige Geest? Ja, ik geloof het. Ik geloof dat ze gevuld, dat zijn mensen die werkelijk evangelist is, net als Billy Graham. Hè? Ja. Is hij, praat hij in andere tongen? Ik weet het niet, maar sommige mensen zeggen van niet, maar God gebruikt hem. Fantastisch. Ja. Zo, hij heeft de gave van evangelisatie. Evangelisatie, ja. En hij is een fantastische predikant. Ja, zo, daar hebben we het nou niet over. We hebben het over, maar weet je wat? Wat ik in mijn eigen leven ervaren heb. Ik wist daar toen niet wat er met mij gebeurde, maar het was niet dat 30 jaar geleden. Later, hè. Mm-hmm. Dat ik in een kerk kwam, want wij gingen naar de gereformeerde kerk. Ja. En toen kwamen wij in een assembly volle evangelische kerk. Aan een maandagavond gebedsdienst. En dan waren ze allemaal de Heer aan het prijzen in een andere tong. En dat is de eerste keer na 30 jaar dat ik dat gehoord had. En ik dacht, ik zei tegen jou toen we eruit kwamen van, ik weet het niet wat dit is, maar ik zei, dat heb ik al gedaan. En die mensen doen hetzelfde als ik. Ja. Maar ik dacht dat het een vreemde taal was. Ik denk, nou, dit is mooi, want dit is een vreemde taal. Nou, dat is het. Weet je wel, en dat kan ik doen. Ik dacht dat ik de enige in de hele wereld was die dit doen kon. Ja. En hier was een zaal van mensen die deden het allemaal. Ja, en weet je, Simon, toen begon ik in de Bijbel in Handelingen te lezen. Al die versen dat de Heer zei dat hij naar de hemel ging, maar dat hij ons hier niet alleen nog laten zou, maar dat de Heilige Geest op ons kwam en dat hij ons de power, de kracht gaf om te leven zoals hij hebben wil dat we leefden, weet je wel? Zoals in Handelingen 1. Ja, en als ik al die passages, al die versus begon te bestuderen, toen dacht ik, nee, dat is een extra blessing. Ja. En weet je, ik begon, want eerst dacht ik van, wauw, wat ben ik al die jaren aan het doen hier, hè? Ja. Wat is dit? Ja. Oh, ik was eigenlijk een beetje bang. Ik denk, nou, dat komt niet goed hier. Weet je waar, ik denk, ik wil eerst in het woord wezen, ik wil eerst lezen dat het wel van de Heer is, weet je wel. Maar wat heeft me werkelijk geovertuigd is, ik zat een keer in een David Wilkerson. Een kerkdienst. Ja. Er waren misschien wel 6,000-7,000 jongelui, meest jongelui, oké? Okay? Ja. En hij is een geweldige preacher in het Oude Testament. Hij brengt het woord werkelijk aan leven, hè? Ja. En hij werkt een hele hoop met de drug addicts en een hele hoop mensen die hebben een hoop problemen, hè? En hij, iedereen die David Wilkerson kent, die weet hoe goede prediker hij is. Ja. En ik zat daar en ineens begon ik te bidden in de Heilige Geest, heel zachtjes. Ik wist niet dat ik dat deed, want je kunt naar een predikant luisteren en je kunt uit hetzelfde ogenblik je spirit beginnen te bidden. Ja. En misschien wel 10 minuten, toen hield ik ineens op en toen zei de Heer tegen mij, hou niet op, maar begin te bidden. En ik heb een hele half uur, toen hij aan het prediken was, ben ik aan het bidden was. Mm-hmm. En ik voelde echt dat de Heer mij vertelde, weet je, het is een geweldig iets om gevuld te zijn met de Heilige Geest en te bidden voor mensen. Yeah. Je kunt in een, hij zegt van, ik voelde echt dat de Heer mij vertelde dat in die zaal, waar er was 6,000 mensen, dat de Heer zijn... Well, hij had degene die voorbeide namen. Ja, dat hij mensen aanraakte en zei, jij bidt, en jij bidt. En ik weet niet hoeveel, want de Heer, dat weet ik niet. Maar na de prediking werd er een uitnodiging gegeven en de helft van de mensen die er zaten, kwamen voor om zichzelf weer opnieuw aan de Heer over te geven. En ze gooiden de sigaretten op het podium en drugs. Ze wouden van de drugsverslaafden vrijgezet worden. En ik dacht, ook al was het alleen nog Simon voor dat, voor bidden. Ja.
Want ik weet niet hoe het met jou is en ik weet eigenlijk hetzelfde als mijn dikma. En met u, misschien voelt u wel om te bidden voor mensen, misschien voor je kinderen. Ja. Mensen die aan de drugs verslaafd zijn. En we hebben alleen maar zoveel woorden. Hoeveel woorden hebben wij in het Engels om te bidden? Hè? Ja. Maar als je gevuld bent met de Heilige Geest en je begint te bidden in een andere tong, je kunt bidden voor uren. Ja. Voor uren. Ja. Simon, ik weet nog wel net daarna. Toen vroeg een vrouw mij als ik op een gebedsdienst wou komen. Intercessory prayer meeting. Ja, hè? Ja, ja. En het was van, hoe heet het ook alweer? Niet World Vision, het was... Dat was in Burbank, hè? Ja. Ik weet het zo niet, maar, ja, maar het maakt ook niet uit. Maar dat waren de ouders van hele bekende mensen die vroeger aan de Azusa Street waren. Ja. En die vroegen als ik die morgen kwam te bidden. En ik was zo verbaasd, want deze mensen die waren 60, 70, 80 jaar oud. En die gingen allemaal op hun knieën bidden voor de missionaries overseas. Ja. En weet je, ze bidden niet in de gewone world taal. World map was dat. World map, ja. En ze begonnen te bidden voor de missionaries in een andere tong. Voor 2-3 uren. Ja. Ze praten niet over die mensen, ze zeiden niet veel. Die vrouw die had een groot bord hè, in huis. En dan zei ze, deze missionaries hebben dit nodig en die hebben dit nodig. En dat is alles wat ze zeggen. En toen zeiden ze, weet je wat, laten we nou aan de knieën gaan en laten we beginnen te bidden. En voor 2-3 uren, van 9 denk ik dat ze wat 12 uur toe begonnen ze in een andere tong te bidden. Ja. Weet je wel, en natuurlijk soms ook gewoon bidden en het woord bidden, psalm. Ja. En niet veel was zij. En toen het dan aflopen was, een vrouw die was al 84 jaar, die was op haar knieën voor 2-3 uren. En toen ik naar huis toe ging, toen gaan jou en ik gingen uit voor lunch. En toen zei je, nou, wat is er nou allemaal gebeurd vandaag? Ik zei, ik weet het niet, maar we hebben de hele morgen aan het bidden mist. En ik was zo excited about de Heer, maar niks was er verteld. Maar het was de Heilige Geest, hè? Ja. En ik dacht van, ik hoef niks meer te weten. Ik dacht van, als het alleen maar voor het bidden is, wat is niet alleen daarvoor, maar als het alleen nog voor het bidden is, want het is om jezelf ook op te bouwen en te zeggen, en Jude, één, om jezelf ook op te bouwen in de Heilige Geest, maar als het alleen maar voor het bidden is, dat is alles wat we hoeven te weten, eerlijk. Ja. Hè? Ja. Dat we onszelf overgeven kunnen aan God. Ja. En beginnen te bidden en te interceden voor andere mensen mm-hmm. hè, die in nood zijn. We hadden een keer een hele hoop jongelui over, die waren missionaries to Brazil, weet je dat nou wel? Ja. En die waren allemaal de Heilige Geest ontvangen. Ze waren allemaal wederom geboren. Ze gingen naar Bijbelschool, maar ze zeiden, we moeten één ding hebben. En weet je waarom dat ze dat hebben wouden? Want hun ouders waren in de mission field in Brazil. En ze zijn één ding hebben we gezien, dat de mensen die in de Heilige Geest begonnen te bidden, hadden more power en hadden een betere inroad in ze die... Ze waren meer effectief. Effectief, ja, in brengen de gospel en zetten mensen vrij, dan de mensen die niet in de Heilige Geest begonnen te bidden. Ja. En ze zijn die power, de Heilige Geest, dat hebben wij nodig voordat wij, die jongelui zijn, voordat wij naar de missieveld toe gaan, hebben wij dat nodig. Want, en ieder weet wel dat als je naar Brazil toe gaat, hè, en je gaat naar Afrika, en je gaat naar al die Indië, dan heb je een hele hoop valse goden. Ja. Ja. En daar heb je die kracht nodig van. Daar heb je die kracht nodig, want ik zou je wel vertellen, alleen maar door de Heilige Geest en door te bidden in de Heilige Geest en om een stand te nemen naar de donkere geesten, is dat effectief. Dat is absoluut waar. Absoluut waar. En hetzelfde met de mensen die aan drugs verslaafd zijn. Ja. Ik had van de week zat ik naar iemand te luisteren, Paul McGuire, het radio station. Ja. En ze begonnen te praten over de Heilige Geest. En is het nou nodig dat we gedoopt worden in de Heilige Geest? En hij zegt, hij zegt van, daar wil ik nog niet op ingaan, hoe we dat nou kunnen krijgen, hoe niet. Hij zei een klein beetje wat ik ook zei vandaag. Ja. Hij zei, er zijn een hele hoop verschillende meningen over.
geloven. Ja. Hebben we de Heilige Geest, dan misschien geven we hem wel niet genoeg ruimte in ons leven. Nou, ja. Is het een second blessing? Maar hij ja. zei één ding. Hij zei, ik heb de Heilige Geest nodig. Oh, ja. En hij zei, er wordt niet te veel over gepraat, maar we hebben het nodig. Ja. We hebben die kracht nodig. Ja. Hij zegt van, ik ben een van die mensen die opgroeide in de Jezus movement. Ja. Ja. Hij zei, ik ben verslaafd geweest aan drugs. Ja. You name it, ik heb het gedaan. Ja. En toen ik tot de Heer kwam, toen had ik de power nodig van de Heilige Geest om een christelijk leven te leiden. Ja. Ja. Ik kan het niet zonder de Heilige Geest doen. Ik kan me nog herinneren aan die getuigenis van Frits Nijboer. Ook, ja. Nou, Frits, die was verslaafd aan drank. Hij kwam tot de Heer en hij was vrij van de drank. En hij kwam, een keer kwam hij ergens in een bar en daar gooide iemand een beetje drank in een kop koffie die hij had. En hij zat er weer aan vast. Maar hij zegt, niet totdat ik de doop in de Heilige Geest had ontvangen, had ik de kracht om nee te zeggen tegen de duivel. We gaan even naar een stukje muziek, zo blijf kijken. Dankjewel zeg voor die fijne muziek. Had en ik zit hier nog steeds. We hebben het over de doop in of met de Heilige Geest. Ja. Ja. Tongen spreken is voor iedereen, maar het is voor bidden en de Heer te aanbidden. En te intercede voor souls. En je kunt preken. Weet je, soms dan denk ik wel eens, een naam komt in me op. En dan weet ik eigenlijk niet hoe je ervoor bidden moet. Nee. Ik weet niet dat u dat wel eens gehad hebt. Ja. Ik denk, nou, hoe moet ik dan voor dit persoon? Want dit is echt aan je hart. Heb je dat wel eens gehad? Ja, ja. Dan begin ik met te preken in de Heilige Geest. Ja. Want de Heer weet het. Hij doet weet veel. Hoe je bidden moet. Ja. Ik weet het niet altijd. Ja. En daarom is het zo fantastisch. En ik zou wel vertellen.
Het is zee met sommige mensen die hebben onderscheiding in, die weten, nou, hier is de spirit van God aan het werk, maar dat is de boze spirit. Die hebben dat... Maar dat zijn de drie gaven van openbaring, gaven, waar ze eigenlijk onderscheiding hebben van geesten. Ja. Ze hebben wijsheid en ze hebben kennis. En dat zijn de drie gaven van openbaring. Ja. De gaven van operatie zijn geloof, genezing en wonderen. En dan die van vocale gaven zijn de gaven van tongen en interpretatie en profetie. Zo, er zijn eigenlijk op die manier 3 x 3, dus 9 gaven. Ja. Er zijn meer, maar ik bedoel, die zijn hier, daar wordt over gesproken hier in 1 Korinthe. Ja, maar in 11, het zegt hier, maar het is één en dezelfde geest precies die dat allemaal bewerkt. Ja. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. Ja, en dan laat hij zien, dan begin je over het lichaam te praten, hoe ieder gedeelte van het lichaam het andere gedeelte nodig heeft. Zodat al die gaven die God uitgeeft in een gemeente, dat men elkaar nodig heeft om een volle, ja, wat zal ik zeggen, een volle gemeente te worden die totaal werkt zoals de Heer dat wil. Ja. En weet je, Simon, soms onderbreekt, vind ik dat wel eens, daar moeten we meer aandacht aan besteden, want de boze geesten worden gewoon uitgestort over de hele wereld. En wij zeggen niet veel over de kracht van God. We praten niet zoveel over de Heilige Geest. En toen die uitstorting in de Azusa Street, hè, met de Heilige Geest, toen begonnen ze eigenlijk weer een opwekking te hebben. En mensen begonnen weer te praten over de Heilige Geest. En een hele hoop jonge lui van Jezus people, weet je nou wel, die kwamen allemaal tot het geloof. Mensen die in die occult waren, mensen die aan drugs verslaafd waren. En er was gewoon een opwekking. En dat hebben we nodig. Want ik zat een keer in een kerk, Simon, en er was een vrouw. En die was vervuld met boze geest. Want de dominee begon te spreken over hoe je de stem van God horen kon. Ja. En die boze geest stond op in de gedaante van deze vrouw. En ze begon die man uit te dagen. Ja. En weet je, 4, 5 man moesten haar uit de kerk meenemen. En ik dacht, eerst zou ik overeind. Ja. Maar ik denk, 4, 5 man van deze volle evangelische kerk zullen wel weten wat ze doen moeten, weet je wel. Ja. Later hoorde ik, ze wisten niet wat ze hier met want die vrouw kwam als meer in deze kerk. En zie, dat is het ergste, want God geeft mensen een gave om die boze geesten uit te drijven. Ja. Want het is zo nodig op dat ogenblik. Ja. In de kerk, in de huishoudingen. Ja. En ik zou wel vertellen, je gaat nou maar niet de hele dag boze geesten uitdrijven. Want als de Heer jij daarvoor gebruikt en zegt, hé, daar is iets bezig over, dan kun je pas doen. Als je iets voelt dat omhoog komt in je en zegt, ik neem een stand tegen die boze geest, dan die geest moet weggaan. Ja. Weet je wel? Ja. En dat hebben we op het ogenblik heel erg nodig. Absoluut. Weet je? Ja, ik weet het altijd. En als dat gebeurt, dan moet je dat direct volgen. Ja. Er is een strijd gaande in de dimensie van de geesten. En daar kan jij tegenaan vechten als de Heere jou dat seintje geeft, zo te zeggen. Ja. En dat is net of komt er een geweldige kracht omhoog vanuit je binnenste. En dan kan je dat vechten. Je kan het niet doen in je eigen kracht, zeg je wel vertellen. Probeer het nooit. Ja. Maar als ik zou, gebeurt, ik zou wel vertellen, Simon, we hebben allemaal de Heer nodig. Eerst om hem aan te nemen als onze zaligmaker en onze redder, maar we hebben also de kracht nodig. Ja. En meer dan any other time do we need the Holy Spirit to help us and give us the power. Yes. What I see. Ja. Hè? Ik zou wel vertellen, dat zijn scores of people in the hands of the enemy. Ja. En they need to be set free. En op dit ogenblik zien we, waarom bidden we niet voor die mensen? Eerst om hun dat ze de Heer aannemen en dan om hun vrij te zetten. Want ik weet zeker dat we praten hier vandaag niet voor niks over. Dus God heeft mensen hier zitten die moeten dit vandaag horen. Ja, ja. Zo, het eerste wat u moet doen is zeggen, ik geef mezelf over aan de Heer. En ik geef mijn leven aan Hem. Ja. Je hebt het lang genoeg heb je het verknald en verknutseld. En het is nu tijd om ja te zeggen tegen Jezus. Ja. Dit is je dag. Ja. En zeg heel eenvoudig, maar dat je maar hier. Heer, kom in mijn leven. Kom in mijn leven. Ik heb er genoeg van. Ik heb er genoeg van. Ik geef mezelf aan u. Ik weet dat ik een zondaar ben. Ja, ik heb berouw van mijn zonde.
vergeef me, Heer. Was me schoon. In het bloed van Jezus. Ik geloof dat Hij mijn plaats ingenomen heeft aan het kruis. En ik dank U daarvoor. Heer, kom in mijn hart. Nu. In de naam van Jezus. Amen. Nou, als u dat gebeden hebt, dat in mij. Dan bent u een kind van God. Ja. Dan bent u eigendom van God. Hij heeft voor u betaald. Voor uw leven. Met zijn leven. Was niet goedkoop. Was een hoge prijs. Nou. En als u vrijgezet moet worden. U zegt van ja, ik heb de Heilige Geest nodig. Ik ben gebonden. Ik weet niet hoe ik deze zonde overkomen moet. Misschien ben je wel aan de drugs en drinken, sigaretten verslaafd. Misschien heb je wel een probleem met boosheid, pornografie. Dat is allemaal van de duivel. Ja. Dan moet je vrijgezet worden. Ja. En ik zou zeggen, waarom doe je je hand niet omhoog en geef je zelfs over aan God. Ja. En zeg heel eenvoudig, ik neem een stand against the devil in the name of Jesus. En we've set this person free in the name of Jesus. Je bent free indeed. If the Son of God sets you free, you're free indeed. Amen. And we bind that spirit in Jesus' name. In Jesus' mighty name, je bent set free. Halleluja. Amen. En nu, op dit ogenblik, sinds u nu vrij bent, u bent een vrij mens, vraag nu voor de Heilige Geest om over u te komen op dit ogenblik. En zeg heel eenvoudig, Vader, vul me met uw geest. Vul me met de geest van God. Vul me met de Heilige Geest. Nu, op dit ogenblik. Jezus, u bent de doper in de Heilige Geest. Doop mij nu, helemaal, in hem. En ik dank u daarvoor. In de naam van Jezus. Nu begint de Heer te loven en te prijzen. En er komt een punt waar hij zegt, want ik weet niet meer wat voor woorden ik gebruik. Maar de Heer, we loven en prijzen u. We prijzen uw heilige naam. U bent God boven alle goden. O Heer, u bent machtig. En we danken u, Heer. Hala mashanda machara makasitu machaya makaya. Handala matatara matashutu machaya. En begin hem maar te prijzen in een taal die u niet kent en de Heer die zal u de woorden geven. En het is zo eenvoudig. Halleluja, halleluja. En we danken u, Heer. Nou, begin dat maar te doen. Soms dan geeft de Heer je één woord, soms geeft hij je zoveel woorden en er komt geen einde aan. En het is zo fantastisch, haar. En het is zo prachtig. En er zijn verschillende redenen waarom u dat nodig hebt. Nummer 1 is voor kracht. En nummer 2 is dat u zichzelf opbouwt in de geest. Staat in 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Lees het maar. En nummer 3 is dat je de Heer begint te prijzen in een andere language. En dat je begint te worship God en praise Him. Ja. En dan nummer 4 is dat je begint te bidden voor andere mensen, terwijl je niet weet waar je voor moet bidden. Dan begin je gewoon, dan laat je de Heilige Geest gewoon door je heen bidden. Yeah. En de reden nummer 5 is dat soms dan wil de Heer je gebruiken in een gemeente om een profetie te geven. En dan begint de Geest eigenlijk te bidden tot God intoont. En dan antwoordt de Geest in een interpretatie. En dan zegt, want dit is wat de gemeente nodig heeft op dit ogenblik. En dat is zo fantastisch. En dat bouwt de hele gemeente op. Zo, dat bouwt niet alleen jou op, maar het bouwt alle leden van die gemeente. Ja. Alle leden van dat lichaam bouwt je op. En dat is, zo begint eigenlijk de wandel in de geest. Ja. Op die manier. Ja. En, je geeft die zelfs helemaal over aan de Heer. Ja. En laat hem vullen je elke dag met de Heilige Geest. Dat is right. Zo eenvoudig. Ja. Zo, Aad, wij zijn weer aan het einde van het programma. Ja. En wil afscheid van u nemen. Ja. We wensen u een gezegende week toe. En tot volgende week. Ja. Ga met God. Ga je goed. Halleluja.